Hey Ram, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand augustus. Ben ik hier schoon op tijd. Dus we gaan even kijken wat er naar voren mag komen. Welke boodschappen je mag ontvangen voor de maand augustus. Mijn video's blijven eigenlijk gewoon tijdloos. Dus het maakt niet uit wanneer dat je de video bekijkt. Zoals jullie weten ga ik geen specifieke vraag stellen. Ga ik kijken in je algemene energie. Ik ga er dieper op ingaan met de tarotkaarten. En ik ga afsluiten met een liefdesorakelkaartje. Dus we gaan even kijken. Welke boodschappen voor de Ram, voor het collectief, naar voren mag komen voor de maand augustus. Oké. Mooi. Ik heb hier materiële oogst. Dus er is hier een bepaalde fasecyclus die gaat afronden, waardoor je zaadjes hebt geplant. En die gaan nu beginnen zichtbaar worden. Dus het is sowieso in het materiële. Gaat voor iedereen verschillend zijn, maar het licht gaat het wel overschijnen. Dus er is wel iets wat je hebt gevisualiseerd, gemanifesteerd. Dit is een wens geweest, een doel geweest. En dit gaat eigenlijk oogsten. Dus je gaat eigenlijk de vruchten er kunnen van plukken, waardoor dat licht gaat overschijnen. Waardoor dat er hier dus uiteindelijk een stevige basis gaat plaatsvinden. Dus er is iets stevigs, iets stabiels dat naar je toe gaat komen. Je gaat uiteindelijk je dromen in je fysieke realiteit beginnen zien. Maar we gaan kijken in de tarotkaarten. En we gaan zien wat er daar meer mag uitkomen. Zo. Oké, Ram, er is liefde onderweg. Er is iemand heel emotioneel, charmant, passioneel, onzeker om een blauwtje op te lopen, maar deze persoon is eigenlijk onderweg om de liefde te uiten, waardoor dat jij in je hoofd gaat beginnen zitten. Kan dit wel de liefde van mijn leven zijn? Is het stabiliteit? Is er emotionele beschikbaarheid? Maar uiteindelijk zie ik wel dat er hier succes gaat geboekt worden. Je kan wel autoritair zijn, maar je hebt wel heel veel wijsheid. Je hebt structuur in je leven, je hebt stabiliteit in je leven. Je hebt heel veel geleerd in je leven, waardoor dat er hier een volledig nieuw begin plaats ligt. Ik zie ook wel zeer snel onverwachte communicatie. Op dit moment zijn er strubbelingen. Dat kan over het financiële gaan, maar dat kan ook over bepaalde situaties gaan, waardoor je dan niet goed weet van ga ik het doen, ik ga het niet doen, ik ga het wel doen. Dus je bent even niet in balans. Dit kan natuurlijk de andere persoon zijn die niet in balans is, want ik heb wel het gevoel dat er iemand is die je in toog houdt. Er is iemand wel zeer nieuwsgierig naar u, maar deze persoon kan wel een beetje trust issues hebben, of deze persoon kan wel achter uw rug babbelen. Op dit moment zie ik nog niet negatief. Er wordt eigenlijk gewoon over u gebabbeld. Wie zijt gij? Wat doet gij? Dingen onderzoeken. Nieuwsgierig zijn naar u toe. Maar ik heb het gevoel, Ram, dat jij heel snel actie gaat willen ondernemen. Op een zeer vurige manier. Maar ik weet niet of jij wel klaar bent voor een relatie.
Dus ik heb wel het gevoel dat je komt en gaat naar een bepaalde persoon, maar dat je op dit moment het gevoel hebt van ik wil mij gelijk nog niet binden. En dit kunnen die strubbelingen zijn. Ga ik het doen, ga ik het niet doen? Want je zit zeer in je passioneel vurige energie. En dit, doordat jij dit uitstraalt naar die ene persoon of naar de andere persoon of naar meerdere personen, maakt niet uit met hoeveel dat je mee te maken hebt, kan deze persoon wel dingen onderzoeken wie jij effectief bent. En er kunnen wel wat trust issues zijn. Dus deze persoon kan wel bepaalde dingen over u vragen, wie dat jij eigenlijk bent, wat voor iemand dat jij bent. Maar we gaan clarifyen en we gaan kijken wat er nog meer mag uitkomen. Ik weet wel niet goed welke kaarten dat ik ga pakken. Kan ik even die nemen? Het is lang geleden. Er is een kaartje gedraaid. Er komt wel onverwachte communicatie. Dat is dezelfde kaart die ik hier een beetje verder op het dek ook ben tegengekomen. Ja, dat leidt hier wel een vaste, stabiele relatie, hoor. Kan zijn met de leeuw. Of dit gaat gebeuren in de leeuwseizoen. Het is een volledig nieuw begin. Het is echt een volledig nieuw begin. Het kan zijn dat je op dit moment... Wauw, en dan nog een keer de zon. Heel sterk leeuwenergie. Ofwel heb je te maken met een leeuw, een andere ram. Ram ligt hier heel sterk, leeuw ligt hier heel sterk. Maar dat kan natuurlijk gebeuren in de leeuwseizoen. We zitten nu ook in de leeuwseizoen al een paar dagen. Maar er ligt hier wel iets van... Je wilt je stabiliteit, je wilt je successen. Je wilt die prioriteiten binnenhalen. Viering, feest vieren. Maar er is iets van financiële strubbelingen. Kan gaan in verband met een huis. Gaat niet voor iedereen zijn. Maar er ligt hier wel een overwinning. Je gaat hier iets overwinnen. Je gaat hier een stevige basis overwinnen, waardoor dat het een beetje risicovol gaat zijn, maar het gaat voor u een nieuw pad zijn. Dus je gaat uiteindelijk een volledig nieuw pad bewandelen. Je gaat een volledig nieuwe reis tegemoet. En dit is iets wat dat u super gelukkig gaat maken. En dat gaat over een soulmate-connectie. En dit zou wel een keer kunnen betekenen dat jullie elkaar gaan kunnen healen. Dat de andere persoon hetzelfde heeft meegemaakt als u. En dat jullie dit samen gaan kunnen healen. Waardoor dat jullie dit samen gaan kunnen oplossen. Waardoor dan de emotionele bagage gaat losgelaten worden. Dus ik zie hier wel dingen die worden losgelaten. Elkaar healen, elkaar vertrouwen, elkaar gelukkig maken. Het kan zijn dat dit een volledig nieuw begin is, een volledig nieuw persoon, maar er ligt hier wel een overwinning, successen, vooruitgaan, vooruitgang boeken, stevige basis, erop klinken. Mocht al in een relatie zitten, kan het zijn dat je misschien strubbelingen hebt van ga ik gaan samenwonen of niet. Want het is wel een hele grote niet. Het is een volledige nieuwe stap. Maar het kan ook zijn dat jij die strubbelingen hebt van op het financiële gebied. Ik voel het financiële gebied, maar ik voel ook op het gebied van durf ik dan nieuw pad bewandelen? Want er ligt hier een overwinning. Ik heb meer het gevoel echt augustus. De zon is aan het schijnen, de zon is aan het schijnen, het licht is aan het schijnen. Dus ik heb wel het gevoel, plus dat dit nog een keer dezelfde kaart is van deze kaart. Dus er ligt hier een stabiele, stevige basis. Succes, stabiel, structuur, huisje, tuintje, boompje, samenwonen, overwinning, herkenning, erkenning, een nieuw pad, een nieuw reis, een risicovol... nieuwe reis die je gaat bewandelen, maar er zijn nog wel wat strubbelingen. Maar dit is iets wat je gelukkig gaat maken. Gaan we een keer verder kijken. Het kan zijn dat je op dit moment super moe bent, dat je pad totaal niet ziet, dat je zware lasten hebt op de schouders, dat het allemaal een beetje te veel weegt, moe lopen.
veel te veel hooi op je vork nemen. Maar daar gaat er wel uiteindelijk een einde aan komen. Dat gaat stoppen. Die vermoeidheid gaat stoppen. Ja, op dit moment zijn we wel single. En je zegt, sta echt in je kracht. Je gaat ook in je kracht komen. Je hebt heel veel geleerd. Je hebt heel veel wijsheid opgedaan. Je staat in je kracht. Financieel staat ook in je kracht. Je bent zeer onafhankelijk. Maar toch voel ik hier moeheid. Maar er is iets, er zijn duidelijkheden die naar boven gaan komen. Er liggen hier duidelijke communicatie. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Je hebt hier eigenlijk al perfecte kaarten. Dat is echt een hele mooie reading. Ik heb het gevoel dat het voor u eindelijk een keer positief vooruit gaat gaan. Je gaat een volledig nieuwe reis. Je hebt een hele grote levensles geleerd. En het successen gaat allemaal komen, maar je staat wel nog even niet stabiel. Waarschijnlijk omdat je er nog allemaal moet van bekomen wat er allemaal in het verleden is gebeurd. Het weegt nog een beetje zwaar. Je neemt veel verantwoordelijkheden, veel verplichtingen. Hard werken, moe lopen. Maar daardoor staat je wel financieel heel stabiel, heel krachtig. Mensen zien je ook echt wel als een onafhankelijke persoon. Maar er liggen hier eerlijke gesprekken. Het kan zijn dat je te maken hebt met een bepaalde persoon, waardoor dat deze bepaalde persoon heel stabiel in het leven staat, waardoor dat jullie eerlijke gesprekken met elkaar gaan voeren. Want het leidt hier twee keer een nieuw begin. Successen, overwinning, vooruitgang. Een einde van de vermoeidheid. Die kaart liggen hier eigenlijk allemaal verkeerd. Ja, er is wel nog een stukje healing, maar er is iets dat voorbestemd is. Het wiel gaat eigenlijk draaien. Het wiel gaat draaien waardoor dan al die negativiteit uiteindelijk tot een eind gaat komen. Je hebt heel veel geleerd, Ram. Kijk, je hebt echt heel veel geleerd. Het ligt nu eigenlijk allemaal verkeerd. Waardoor dat je een hele grote cyclus gaat afsluiten. Het is voorbestemd. Er is iets wat dat voorbestemd is. Het universum heeft echt wel uw rug. En aangezien dat jij alles gaat afsluiten, ligt er hier een volledig nieuw begin. Kan in de levensseizoen zijn. We zitten al in de levensseizoen, maar ik heb meer het gevoel dat dat echt augustus gaat plaatsvinden. Ik heb het gevoel dat succes, positiviteit, de zon, wilskracht, vitaliteit, warmte, soulmate connectie, het gaat al naar je toe komen. Het is echt een hele mooie reading. Toch ga je zo die strubbelingen hebben van ja, het is risicovol, wat ga ik doen? Maar uiteindelijk ga je de take a leap of faith nemen. Het kan zijn dat jij zelf onderzoek gaat doen, dat jij alles gaat gaan analyseren, omdat je toch nog een klein beetje die trust issue zet. Maar dit kan natuurlijk ook de andere persoon zijn, want er is liefde onderweg. Visenergie. Ik heb hier watermanenergie. Ja, op dit moment zit hij eigenlijk aan het wachten. Hij zit in de wachtmodus. Hij is eigenlijk aan het wachten om de schepen binnen te halen. Maar het is voorbestemd. Het kan zijn dat je te maken hebt met een waterman. Vis, leeuw, ram. Waterman twee keer. Leeuw, ram. Waterman, vis, maagd, boogschutter. Dat ligt hier wel heel sterk eigenlijk. Er wordt wel gevraagd, Ram, om in balans te blijven, innerlijk in balans te blijven, maar probeer die zelf onderzoek te doen. Op dit moment zijn ze aan het wachten om je schepen binnen te halen. Hij gaat niet meer naar het verleden kijken. Het is voor u, het is gepasseerd. Het gaat gepasseerd zijn voor u. En dit is die zelfonderzoek die jij gaat doen, want er is iets wat heel voorbestemd is. Er komen veranderingen, er komen vernieuwingen. Je gaat naar je lotsbestemming, je gaat een ander pad bewandelen. Je gaat eigenlijk gestuurd worden om naar die pad te gaan. Het
kan ook zijn dat je heel erg hoopt om vernieuwingen en veranderingen door te voeren in je leven, waardoor dat je nu op dit moment een pauze hebt genomen, waardoor dat je aan het wachten bent om je schepen binnen te halen, wat je zei, iets aan het voorbereiden. Kan het nu natuurlijk zijn dat je op dit moment in een relatie zit en dat je aan het voorbereiden bent om samen te gaan wonen? Zij de single op dit moment, dat zij eigenlijk aan het voorbereiden om de juiste partner aan te trekken. Het is voorbestemd. Dit is eigenlijk een test. Dit is eigenlijk goede karma die tot u kan komen. Maar je gaat wel die zelfonderzoek moeten doen. Iets analyseren. Dingen voor u uitmaken wat dat voor u belangrijk is. Wat dat jij effectief in je leven wilt. Op gebied van relatie. Het kan zijn, Ram, dat jij nu op dit moment met een bepaalde persoon zoiets hebt van ja, ik wil haar of ik wil hem, ga dan weer niet. Ik heb een goede tijd, ik ben er nog niet klaar voor. Ik wil hem, haar wel, ga dan ook weer niet. En ik heb het gevoel dat dat is wat dat zo zwaar op je schouders weegt. Omdat je zo niet goed weet van wil ik mijn single leven opgeven of niet. En daar gaan er duidelijke communicatie over liggen. En dat is iets wat je uiteindelijk een inzicht gaat krijgen. Door die zelfonderzoek ga jij uiteindelijk voor jezelf kunnen uitmaken of dat het de juiste keuze is om je single leven op te geven. Kan natuurlijk ook de andere persoon zijn. Hè? Je staat heel stabiel in het leven. Mocht je financiële strubbelingen hebben, op dit moment, dat blijft niet duren, want je financiën gaan enorm groeien. Sommigen onder jullie hebben een eigen zaak. Zijn een vaderfiguur, een vredelievende man, maar er is iets wat je gaat moeten loslaten. Je gaat transformeren. Er ligt hier een einde en een wedergeboorte, waardoor dat er heel hard gaat gewerkt worden. Er is wel een bepaalde persoon die moeite gaat willen doen, die gaat willen investeren, die hard wilt werken aan de connectie. Kan zijn dat jullie samen hard gaan werken met elkaar, waardoor dat het intuïtief gaat aangevoeld worden, waardoor dat er uiteindelijk een nieuw passioneel begin ligt. Ik heb ook heel sterk maagdenergie. Passioneel, ziet passionele communicatie, naar elkaar toestappen, erop klinken, feest vieren, stevig basis. Het is een emotionele vervulling, maar je gaat hier iets afsluiten. Zeker met die materiële oogst, je gaat iets afsluiten. En dat kan nog de pijn en de healing zijn van in het verleden die zelf onderzoekt. Het kan ook zijn dat er iemand zeer nieuwsgierig is naar u. Omdat jij in de wachtmodus zit. Omdat jij eigenlijk alles aan het voorbereiden bent. Je neemt geen actie. Het is nogthans heel mooi, die reading, hoor. Je bent aan het afwachten. Omdat je in het transformatieproces zit. Allee. We gaan een keer kijken. Die kaarten willen niet mee. Even kijken welke liefdesboodschap je mag ontvangen. Ik heb wel het gevoel, als je te maken hebt met een vaderfiguur, iemand die kinderen heeft of een kind heeft of een eigen bedrijf heeft of die wel vrij goed zijn geld verdient, dit is iemand die nog iets vanuit het verleden aan het loslaten is. Het is een eind, hè? Het is gepasseerd. Maar deze persoon is dit aan het transformeren. En eens dit volledig tot een eind is gekomen, dan gaat deze persoon actie ondernemen om moeite te doen, eraan te werken, samenwerken. Het kan zijn dat er iemand is die je gaat leren kennen op een werk. Het kan zijn dat er iemand op je pad gaat komen die in het bedrijfsleven zit en die je op financieel gebied gaat helpen. Geef je relatie een kans, werk aan je relatie. Dus ik heb wel het gevoel, sommigen onder jullie zitten wel in relaties. Ik zie samenwonen. Anderen onder jullie
zijn single. Dus mocht je in een relatie zitten, werk aan je relatie. En dat zie ik hier met de 8 van Pentakels. Er gaat hier echt moeite voor gedaan worden. Er gaat er hard aan gewerkt worden, waardoor dat er uiteindelijk ook passie in zit. Voor sommigen onder jullie die single zijn, ligt er hier een volledig nieuwe reis. Volledig iets nieuws. Want je hebt heel veel geleerd. Dat heb ik wel geen... Maar heb vertrouwen. Heb vertrouwen in jezelf en in de andere persoon. En heel spoedig, en het is iemand uit een vorige relatie, vanuit een vorig leven, sorry. Het articuleren gaat weer al niet. Wel heel mooi. Ik vind het een hele mooie reading, Ram. Echt wel. Dus ik heb hier wel aardeteken, maartstier, steenbok, waterman, schorpioen, leeuw, heel sterk. Waterman, zeer sterk. Ram ook, zeer sterk. En boogschutter en vis. Viskreef ligt er hier ook. Zo, Ram. Ik hoop dat deze reading toch duidelijkheid heeft gebracht. Dat je toch je antwoorden hebt mogen vinden. Mocht je interesse hebben in een persoonlijke reading, kijk dan onderaan. En daar kun je al mijn gegevens vinden om contact op te nemen. En ik wens je nog een fijne avond. Bye bye.